Hey, hallo en wat leuk dat je kijkt naar vlog 10 alweer. Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze vlog wil ik met je delen wat ik heb geleerd over hoe je slimmer, sneller en makkelijker bergop kan fietsen. Afgelopen zondag was ik met onze kerstverse triathlonvereniging Utrechtse Heuvelrug Triathlon, kort de UHTT, bij Quinten Looijen, waar we onder leiding van Marco Glastra leerden wat er gebeurt als het steiler wordt. En Marco heeft zijn kennis en skills opgedaan toen hij meefietste met de top van de mountainbike elite in Zuid-Afrika. En de eerste vraag die ik Marco natuurlijk stelde, joh, als triatleet, wat heb je überhaupt aan mountainbiken? Ja, het is super, want je hebt eigenlijk automatisch heb je intervaltraining. Je gaat up, down, moeilijk, makkelijk parcours. Dus je hoeft niet van nature je intervallen te gaan plannen. Dat gaat vanzelf goed. Ja, en dit vind ik natuurlijk super om te horen als beginnend triatleet. Want voor mij is dit hele duursportavontuur uiteindelijk begonnen op de mountainbike hier op de Utrechtse Heuvelrug. Voordat ik je de drie hele concrete tips van Marco ga laten zien, is het eerst even tijd voor wat liefde. Allereerst, welkom aan alle nieuwe abonnees. Pieter, Tom en Dirk. En als jij nu zit te kijken naar deze video en je hebt je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, druk dan nu op abonneren hieronder, zodat je als eerste op de hoogte bent van iedere verse vlog op de donderdag. Ook even een shout-out naar de reacties op LinkedIn. Ik postte daar dat ik zo blij en trots ben dat ik al zwaar 10 vlogs heb gemaakt. En Guido, dankjewel voor het erop wijzen dat het vlog 010 natuurlijk heel passend is voor mijn reis naar de Marathon van Rotterdam. En Christel Zwart hieronder is bezig met het platform Love to Work Out, waarin zij op zoek is naar sportverhalen en op zoek gaat naar haar favoriete workout. Het leuke is, Christel en ik gaan een vorm van samenwerking aan. Wat weten we nog niet. Maar ik ga in ieder geval mijn sportverhaal op haar platform delen. Dus check it out, lovetoworkout.nl. Tot slot wil ik nog even deze in beeld zetten. Een hele leuke interactie met de Pyramide Duathlon. Ik heb me ingeschreven, 21 april in Austerlitz. Enerzijds vind ik het echt een top voorbeeld van creatieve event marketing. Als iemand zich inschrijft, even een klein beetje onderzoek en een leuke tweet eraan besteden. Ten tweede levert het ook weer een leuke vlog op. Want ik ga samen met Jan, de organisator van de Pyramide Duathlon, op verkenning op het parcours. En natuurlijk voor jou een aantal key duathlon tips ophalen. Tot zover de liefde. Laten we snel naar de tips om sneller en beter en makkelijker een berg op te fietsen. Eén is je gewicht een goede plaats. Je moet je gewicht veelal naar voren plaatsen en ook dichter bij je fiets om goed de tractie te houden op je voorwiel. Dus daar doen we nu een paar oefeningen voor. Het tweede is, je moet de surplus ontzettend goed beheersen, want als je net niet lekker staat op die heuvel, moet je uiteindelijk toch eventjes stil kunnen staan, je wiel kunnen verzetten, je gewicht kunnen verzetten, om dan weer verder te gaan. En het derde is supermooi rondtrappen, want als je niet rondtrapt, krijg je te veel tractie in één keer en dan slip je weg. Dus je moet goed geleidelijk door de hele cyclus heen moet je kracht zetten. Nou, handig toch? En direct toepasbaar. Dus de volgende keer dat je mij met één been ziet rondfietsen, is niet mijn been kapot, maar ben ik aan het oefenen op supermooi rondtrappen. Voordat we eruit gaan, nog even twee leuke opmerkingen. Als jij nog mensen kent die het ook leuk zouden vinden om meer te leren over hardlopen, triathlon en alles wat ik daarbij onderweg tegenkom, stuur deze video even naar ze door of tag ze in de comments. Ten tweede, aankomend weekend komt er weer een nieuw startnummer op deze muur bij. Want ik ga meedoen aan de Quinten Looijen Winterrun. Inderdaad, Quinten Looijen, hetzelfde terrein wat je ook in deze mountainbike video ziet. Dus als je zaterdag nog niks te doen hebt, de start is om 1 uur. Leuke cross, 10 kilometer ga ik lopen. En we gaan eens even proberen een mooie tijd daar neer te zetten. En tot slot, kijk deze video even helemaal tot het einde. Want toen we terug naar huis aan het fietsen waren, zei Marco opeens, wacht even, ik heb nog wel een paar redenen waarom mountainbiken goed is voor triatleten. Alright, nou dit was level 1. We hebben 3 levels, we gaan nu naar level 2.
weet je, het is natuurlijk zo mooi met mountainbiken. Je hebt gratis intervaltraining. Maar ja, de twee andere benefits zijn ook nog. Eén, je krijgt een full body workout. Dus die fiets- en loopspieren die worden ook nog aangesproken. En drie, ja, triatleten zijn over het algemeen niet de beste stuurders. Er zijn geen wielrenners allemaal die criteriums kunnen rijden. Dus als je het eenmaal in het bos kan, dan kan je ook die keerpunten en het peloton rijden, kan je van de zomer in normale triathlons veel beter aan. Perfecte skills training. Tot zover, tot volgende week, vlog 11.